Lekkere yarbakha vis. Jawel. Dat wordt lekker in masala curry. En natuurlijk heb ik ook eieren hierom. Lekkere vis eieren. Oh, dat wordt lekker voor strakjes. Yarbakha vis heb ik inmiddels al gewassen. En dan ga ik ze zo meteen heel kort bakken. Heel even bakken, niet te lang. Om de structuur van het vis lekker stevig te houden. Heel even kort bakken. Oh, lekker. Nog heel even. En dan wordt het zo in lekkere curry masala. En dit zijn viseieren. Het is geen kaviaar. Maar dit is natuurlijk groter. Lekkere viseitjes. Ga ik samen mengen. Met het lekkere yarbakha of gelbakha. Dat noemen ze zo in Guyana. Ja, hier zijn de gebakken yarbakha. Vis. Je hoeft ze niet te bakken. Als je wil mag je ze gewoon ook zo koken straks. Maar ik heb ze gebakken. En dit zijn de viseitjes. Ik ga ze even hier in het water doen. Het water is hier is aan het borrelen. Kijk hier. Oh. Lekkere sweetie eieren. Ja, jullie hebben gevraagd. Van jullie heb je hebt lang niet gekookt. Nee, Jean-Paul was op vakantie. We waren even naar. Nou ja, de afgelopen tijd waren we even naar Dubai. En dan Dubai. Daar zijn we geweest. Naar Milaan, Venetië. Maar ik ga even verder. Ik moet even draaien hoor. Het proces van rustig koken. Oh ja, we waren ook op vakantie geweest in Suriname. Mensen die het weten, het is geen kaviaar, het is sweetie, viseieren. Oké, ik ga verder, tot zo. Ja, dit zijn de eitjes. Even een paar minuutjes gekookt in het water. En dan daarnet was het oranje. Nu is het een hele andere kleur. Kijk eens, het wordt een lekkere visegg en curry. Oké, tot zover. De basic ingrediënten die ik nodig heb, zoals je ziet hier: peper, je kan natuurlijk zetten hoeveel je wil, knoflook, ui en curry, bouillon en natuurlijk Laos. En straks ga ik ze mengen met een beetje zout. Ja, hier heb ik de knoflook erin gedaan. En peper. Een beetje zout. En natuurlijk het bouillon. En hier zijn de uitjes. Die laat ik grof. Die ga ik niet mengen. Die ga ik apart bakken. En hier heb ik mijn Laos. Die laat ik ook in zijn geheel. Ja, ik heb hier de uien. Die is gebakken samen met mijn Laos. Kijk eens hier. En dan ga ik mijn knoflook en mijn uien. Natuurlijk niet, het is knoflook, want uien heb ik hier. Maar mijn knoflook, mijn peper en een beetje zout. Mijn bouillon zit ook al erin. Hoppa, hoppa. Even goed mengen. Zet ik
mijn sweetie curry. Water toevoegen. Oh, kijk eens. The basic is al ready. Ja. Oh, en nu gaat met een lekkere sweetie. Ja, Rebecca vis. In Guyana staat het bekend als Gil Baka. Lekker. Gil Baka filet. En mootjes. Mijn favoriete wokpan, het plakt niet. Ja, en het is natuurlijk van de pak geen reclame, maar Lobeng Palak. Ah, kijk, mijn vis is klaar. De reden waarom ik het heb gebakken. Kijk hier, dat is het structuur van het vis, die blijft mooi heel. Zie je dat? Kijk hier ook. Jarbaka filet. En nu ga ik de eitjes zetten. Visei, dit vind je niet makkelijk, dus dit ga ik met heel veel liefde eten zo meteen. Kijk mensen, mensen in Suriname die weten wat het is en natuurlijk ook in Nederland, in Guyana. Oh joh, lekker! Zo lieve mensen, mijn jarbaka, oftewel gilbaka, bekend in Guyana, nogmaals, met mijn vis-eieren zijn bijna klaar. Kijk hier. En natuurlijk wil ik iedereen, waar dan ook, bedanken voor het subscriben van al mijn video. Jullie zijn hartstikke, hartstikke lief. En ik vind het fijn voor alle comment. Groetjes van Chumpol Music Travel and Cooking. Na lange tijd weer. Ik groet jullie allemaal. En tot de volgende vlog van mij. Of video. Vakantie. Muziek. En koken. Oké, bye iedereen.